Dag Anita, laat me je eerst groeten en blij dat je er bent, snap je? De naam Stof is een heel lang verhaal, heb ik al eens verteld in een ander programma, ik ga het niet te lang maken hier. Maar het is van kleins af, maar het heeft niets te maken met mijn familienaam. Gewoon als kleinjongen heb ik iets oudere in de buurt even om zeggen waar ik ben opgegroeid. Gedeeltelijk ben opgegroeid, hebben ze me dan die naam gegeven. Ik vond het vroeger niet leuk, maar op een gegeven moment ben ik eraan gewend geraakt. En het is nu mijn artiestennaam. Maar was Toffie, ik denk aan Toffie, kan je op zoek roepen? Nee, het is geen Toffie. ik ben op plek in Stof. Zoiets. Ja. Het is afgeleid. Ik ben blij inderdaad naar Stopverf, toen ons huis in aanbouw was, ons ouderlijk huis. Dat ik mij gebruik als Stopverf om die naden te stoppen enzovoort. Ja. Naar mijn plein. En het is zo plakkerig, dus dat mijn plakje ristje. En dat is jullie naam op Boesdel. Boesdel, dat mijn vriend was aan het ja. Ja. Nou, ik denk, ik ga niet van achter naar voren. Want volgens mij is dat lang. Maar ik ga van voren naar achteren. Waar kunnen we je nu muzikaal vinden? Je bedoelt met welke formatie? Ja, maar ook ben je freelancer? Niet echt een freelancer, maar ik maak muziek met de combinatie 16. Mm-hmm. En ik wil niet vooruit lopen op dingen, maar ik ben bezig met een paar vrienden om te kijken als we wat kassiko muziek kunnen maken, maar met de combinatie 16 doe ik Kawina. Mm-hmm. Dus daar zijn we nog mee bezig. Oké, dus combinatie 16 en jullie zijn bezig met om te kijken als jullie een nieuwe band gaan oprichten? Nee, dus een bestaande band, uh-huh. Maar om weer nieuw leven erin te blazen. Oh. We zijn bezig. Snap je? Dus ik doe het heel voorzichtig. Het was een heel populaire band. Hmm. Dus we zijn bezig om te kijken hoe we het weer gaan opknappen. Samen met de bandleider en een Karu ken je. Yeah. Ja, dus. En ik erbij, we zijn bezig om te kijken hoe we dat gaan aanpakken. Okay. Hoe ver we komen. Want tegenwoordig, Pokuma Verferi. Ja, in Nederland vooral. Mm-hmm. Mm-hmm. Oké, dus dat is een mooi vooruitzicht. Ja. Oké. Ik heb een paar stellingen. Kaseko of Kabina? Beide. Je kan niet kiezen. Hoezo? Kaseko ik heb liever. Ik hou van Kawina muziek. Mm-hmm. Ja. Okay. Ja, dus liever dat. Oké, die Lala Kawina of Kaskawi? Nee, we doen Kaskawi. Latinos, Cojunto Latinos of Fernmaster? Latinos. Cojunto Latinos. Mm-hmm. Ja? Ja. Limbo, Kawina Band of Nax, Kawina Band? Maar die van nu, echt jaren 70. Dat was het, die Limbo. Ja? Omdat zelf mijn vader ook in die formatie zat. Ja. Zonder tijd. Ja, dus ik ben ook ermee opgegroeid, die Limbo. Ja. Maar ook met Nax, want een van die voorzangers, Johan Sibbe, dat woonde vlak achter ons. Oké. Dus ja, ik had het van hier en daar een beetje overal. En je vader was van Limbo en meneer Sibbe daarvan van de straat achter ons. En hoe waren ze vrienden of hoe was het tussen hun? Nou, ze waren goed op elkaar. Ja. Maar ik kan niet te veel vertellen over hun vriendschap. Nee. Want ik zag die mensen niet praten of zo, maar toen de tijd, je weet, het is een open ding, je gaat van erf tot erf. Yeah. Als je hier op dit erf belandt, ben je straks helemaal 4, 5 straten verder. Yeah, yeah, zonder
om op de openbare weg te komen. Ja, 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 ja. Mm. Oké. Okay. En Aisashi of Sukrusari? Sukrusari natuurlijk. Hoe was het, want Sukrusari was er eerst en toen kwam Aisashi. Hoe was het voor jullie toen Aisashi was opgericht? Want... Laat me dit ervan zeggen hoor. Ik weet niet als Sukrusari daarna is gekomen. Volgens mij waren ze er al, maar ze hadden nog geen doorbraak gemaakt. Nee. Want... Maar laten we het zo zeggen, jullie hadden de eerste doorbraak. Juist. Maar toen was ik er nog niet. Nee. Die doorbraak was er met Marcel Moorman en Patrick Tevreden. Mm-hmm. En een paar leden van Sopian Kawina Band. Ja. Mm-hmm. Zo is die Sukrusari daar gestaan. Ja. Ja, maar... En toen... Ik maakte al muziek. Want ik was toen bij Sabidiri. Okay. Culturele ja. Formatie Sabidiri. En dat van Sukrusari. Ik hoorde, ik wist van de oprichting toen ze begonnen. Want je bent op het veld, je hoort die dingen. Snap je? Maar en ik denk dat Aisashi er al was, maar ze hadden nog geen enkele zo'n doorbraak gemaakt. Maar ik denk dat ze er al waren. Oké, okay. Want ik had al, ja, in mijn perceptie was altijd eerst had je Sukrusari en toen kwam Aisashi. Sukrusari heeft die doorbraak gemaakt. Ja. Aisashi heeft die doorbraak gemaakt, wat ik weet, toen Wilco Willems ze is gaan bijstaan. Met een walvis. Met walvis, ja. Mm-hmm. Daar is het begonnen, maar ze waren er al. Oké. Okay.